De V&D in Os wordt toch niet gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw met daarboven appartementen. En dat was sinds 2007 eigenlijk wel het plan. Door de crisis is de vastgoed- en de retailmarkt flink onderuit gegaan. Daarom zijn de oorspronkelijke plannen nu niet meer haalbaar, aldus de wethouder. Nee, wat we met partijen hebben afgesproken is dat we tot een stukje herbezinning komen. En dat we nu praten over de upgrading van de V&D-locatie. Daar zijn we met de eigenaar van het pand van Deurze en de V&D volop over in gesprek. Om daar een aantal nieuwe scenario's voor uit te werken. Omdat zeg maar volledige sloop en nieuwbouw ook van woningen boven de V&D, en dat waren de oorspronkelijke plannen, dat was gewoon gegeven de ontwikkelingen in de woningmarkt en de retail niet haalbaar. En zo'n upgrade kan bijvoorbeeld bestaan uit een mooie nieuwe gevel voor het pand. Dat wordt nu nog nader bekeken. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de wal en een deel van het TBL-terrein. De uitgangspunten blijven wel hetzelfde als een paar jaar geleden. Wij gaan uit van de bebouwing van de wal, nog steeds over de uitbreiding met ongeveer 2.000-3.000 vierkante meter gewoon winkeloppervlak. Alleen er zaten gewoon een aantal dure elementen in de plannen die we vanaf 2007 hebben ontwikkeld. Nou, je moet realistisch blijven, je moet tot herbezinning komen. Dus we werken op dit moment al een aantal alternatieven uit, waarbij we nog gewoon steeds uitgaan van bebouwing van de wal en ook de ontwikkeling van een stukje van TBL-terrein. Alleen, ja, daar zaten gewoon oorspronkelijke plannen waar op dit moment te duur. Positief nieuws was het te melden over de plannen voor de Fratershof en omgeving. Daarover heeft de gemeente een akkoord bereikt met bouwbedrijf Berghegen. Binnen 10 jaar moet er in het gebied een grote verandering gaan plaatsvinden. Met appartementen op de locatie, de MAVO Sint-Jan blijft behouden, gelukkig voor de stad. Met daarin vormen van bedrijvigheid. Er worden gedelen gesloopt, maar die locatie is al heel nadrukkelijk, is nu heel erg afgesloten, hè, het gebied van de rest van het centrum. Maar door die nieuwbouw opent het gebied zich zeg maar ook naar het centrum toe. En kun je zo vanuit het centrum via de Varkensmarkt naar dat nieuwe gebied gaan lopen. Met daarin enkele nieuwe appartementen, zo'n kleine 100. Met een parkeergarage voor de bewoners en de gebruikers van de bedrijvigheid in de MAVO Sint-Jan. Maar een hele belangrijke toevoeging en perspectief voor ons centrum. Bij de presentatie kwam ook de ontwikkeling van het ziekenhuisterrein aan bod. Wat gaat daarmee gebeuren als Bernhoven volgend jaar vertrekt uit Os? Ook daarover zijn nu meer concrete afspraken gemaakt. Er komt daar een heel nieuw gezondheidscentrum. Met op de kop een nieuw appartementencomplex, ook met huisartsen. En ook nog grondgebonden woningen op het ziekenhuisterrein in een beetje parkachtige setting. Bieden we daar denk ik echt een nieuwe parel voor onze stad. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat we ook gewoon laten zien dat daar een gezondheidscentrum voor de toekomst gebouwd wordt. Dus een samenwerking tussen huisartsen en het ziekenhuis en de GGZ. Plannen genoeg dus nog in Os, ondanks de moeilijke omstandigheden door de crisis. Volgens de wethouder is het juist in deze tijd belangrijk om als gemeente je ambities niet uit het oog te verliezen. En om toch positief naar de toekomst te blijven kijken.